President Desi Bouterse heeft gisteren meteen na zijn aankomst uit Cuba openhartig gesproken over de medische ingreep die hij heeft ondergaan. Dit deed hij tijdens een persconferentie. Bouterse deelde mee dat hij een vrij grote scheur in zijn buikwand had. Deze liep vanaf het middenrif tot onder de navel, waardoor een operatie noodzakelijk was. Het was heel hartverwarmend om van bijna iedereen in Suriname de morele ondersteuning te krijgen. Heel wat apps, sms'jes enzovoorts. Suriname is wat betreft heel erg uniek. En daarom hou ik van het land. Ik moet zeggen, we hebben heel veel ook vanuit mensen niet van de partij die hun medeleven hebben getoond. De heel veel oppositieleden hebben heel veel sterkte toegewenst. En dat vond ik heel cool, vond het heel geweldig. En ik bedank zeker onze mensen van de andere politieke organisaties die allemaal de voorzienigheid hebben meegenomen in een gebed dat ik vandaag weer hier in uw midden kan zijn. Verder gaf hij aan dat hij bijzonder blij is weer terug te zijn in Suriname. De president is dankbaar voor alle ondersteuning die hij voor zijn vertrek heeft gekregen. Al onze deskundigen hier allemaal hadden aanbevolen om het, als het even kan, niet te doen. Waarom we het wel gedaan hebben, is het volgende. Eén, zeg het even als leek, de scheur in de buikwand was wel bijzonder groot. En ieder, ook in Cuba kan zeggen, kon achter het standpunt staan van onze deskundigen van, in feite hoeft dat niet per se gedaan te worden. Maar twee mensen hier hebben gezegd, er is wel een probleem als door een onverwachte beweging, door een reflex, de darmen meer naar buiten uitstulpen dat ze normaal doen, dan hebt u een groot probleem. En dat was wederom president Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Hij sprak over de medische ingreep die hij heeft ondergaan op Cuba.